Maurits Hassenkhan, voorzitter overlegorgaan van de overheid, vindt dat vakbonden soms met onredelijke eisen aan de onderhandelingstafel met de overheid komen zitten. Hij sprak gisteren tijdens een persconferentie op het departement van Financiën en Planning. Hij hoopt dat de eisen van loonsverhoging in de huidige onderhandelingen met vakbonden niet leiden naar een punt waarbij de verhogingen niets voorstellen door geldontwaarding. Niemand wil dat wij in een situatie belanden waarbij wanneer je een eis hebt gesteld van ik wil 50% loonsverhoging, dat voordat je het geld ontvangt, de waarde ervan al is verdwenen. Dat is een situatie die we in het verleden hebben gehad. En indien wij nu daaraan toegeven, dan gaan we zo'n situatie weer krijgen. Ik ben geen econoom, maar ik ben historicus. Dus ik heb gekeken hoe het in het verleden is gegaan. En ik ben uit een heel arm klein landbouwersgezin gekomen waar we hebben geleerd. Je kan niet boven je stand leven. Ga alleen uitgeven wat je verdient en niet meer. En dat is de boodschap voor iedereen. Vanuit de vakbonden komen soms zulke onredelijke eisen van dat je denkt, hoe is dit mogelijk? Want zij zeggen, ja, de regering moet zorgen dat er geld op tafel komt. Maar waar moet het geld vandaan komen? Hassenkhan zei verder dat geld niet zal binnenstromen als er geen wil is om bij te dragen aan verhoging van staatsinkomsten. Minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken geeft aan dat de regering een redelijk bod heeft opgeworpen voor de vakbonden. Laat me bij deze dan ook het beroep doen op het geweten van de vakbondsleiders. Een beroep doen op de reden van de vakbondsleiders om dit aanbod te accepteren. Omdat wij als regering niet gaan toestaan dat ten koste van alles wij de afgelopen jaren de opofferingen van het volk in de prullenbak gaan gooien. Dat gaan wij niet toestaan. U heeft de financiële instituten gehoord hoe weinig de ruimte is. En desondanks hebben we voor de maand december, waar we 4000 netto willen geven, 350 miljoen opzij gezet. En voor de maanden januari tot en met juni 1,7 miljard. Twee, we doen een beroep op hun geweten, op hun reden, want er is niet meer. En als ze deze aanbod niet accepteren, kunnen wij ze niks geven. Sommaharjo kan niet begrijpen dat partijen politiek willen scoren en vindt dat het beter is om te kiezen voor iets dat werkbaar is. Financiënminister Stanley Ragubashing benadrukt dat gekeken wordt waar er nog bezuinigd kan worden bij de regering.